kijkt naar U Online, het programma waarin we de meest opvallende zaken op onze social media van deze week bespreken. En Sabine, we beginnen met het fragment wat ons zelf het meeste opviel. Die van mij heb ik wel 4 keer gekeken toen ik op Facebook aan het scrollen was. Ik moest telkens even terugkijken. Ik zou zeggen, start hem in. Ja, ik zag altijd op mijn beeldscherm staan, maar ik heb er nog niet naar gekeken, dus ik ben benieuwd. Yeah. Hallo. Hallo. Oh. Nou, zie je wat daar aan de hand is? Ja, het gehoorapparaatjes. Ja. Dit is dus de eerste keer dat die baby zijn moeders stem hoort. Echt? Ik zat eerst helemaal naar die gezichtsuitdrukking te kijken. Kijk nou. Ja, ik vond dit echt zo vertederend. Ja, maar het is ook echt heel bizar dat kindje ook zo kijkt met die oogjes. Dit bericht is dus miljoenen keer bekeken. Ik ben er wel achter gekomen dat het een bericht uit 2017 is. Want dit meisje is inmiddels bijna een jaar. En het gaat hartstikke goed met haar. Ah, dat is echt superleuk. Maar echt, kijk, ook lachen ook, wat leuk. Ja. Hey, wat is die van jou? Ik heb heel wat anders, maar ook echt iets wat je totaal niet verwacht. Het is een meisje die doet mee aan een talentenshow. En als je haar ziet, denk je echt een heel rustig kindje. Maar als ze eenmaal de mond opentrekt, dan... Music. What kind of music? I don't know. Een beetje giechelen. Weet je niet zo goed wat ze moet doen. I'm guessing you're going to be singing for us? Yeah. Listen, don't be nervous. I know this is a big stage. Hey, there's lots of people here. Mel B van Spice Girls. So ja, klopt. Daar was ik vroeger echt heel erg fan van. Oké, nu gaat ze zingen. Ja, kijk, nu komt het. En ik was helemaal verbaasd. Wacht nog even. En dan komt hij. Je denkt ook echt... Wat? Ja, dat uit haar kan komen, hè? Zo'n verlegen meisje. Maar dat meisje heeft een stem van een 40-jarige, hele grote... een zwarte gospelzangeres. Dat klopt, dus wordt ook een beetje vergeleken met Janis Joplin. En er werd daarna ook op de knop gedrukt. Dus ze mocht ook meteen door naar de live shows van deze grote talentshow. Dus ja. Bijzonder. Nou, we gaan beginnen met het grote nieuws van deze week. De strafzaak tegen Michael P. deze week, de moordenaar van Anne Faber. Ja, die rechtszaak duurde 2 dagen en er is 28 jaar geëist en TBS. En eindelijk kwam er meer duidelijkheid voor de familie en bekenden van Anne... wat er allemaal is gebeurd en waarom. Nou, die beelden die we kregen uit de rechtszaal van deze zaak... daar viel iets op aan die beelden. Ja, het was heel heftig, omdat het publiek voor de eerste keer ook zijn stem te horen kreeg. En er kwamen natuurlijk heel veel tekeningen naar buiten, ook van hoe hij er nou uit heeft gezien. En die zitting heeft 2 dagen geduurd en hij is daar ook 2 dagen bij geweest. En hebben we even een fragmentje uitgeknipt, omdat heel veel mensen toch wel nieuwsgierig waren naar wie is die Michael P. nou, hoe ziet hij eruit, hoe klinkt hij? En dat hebben we toch nog even hier. Hebt u erop staan wachten daar? Nee. Want het is wel mogelijk om iemand te zien aankomen. Ik heb daar niemand aan zien komen. Nee. Ik had ook helemaal niemand verwacht op dat fietspad. U hebt over dat moment van botsen het volgende verklaard. Ik rij eruit met een grote bocht. Ik kijk naar links en ik klapte tegen Anne op. Met mijn zijkant tegen haar aan. Ik stapte af. Zij was al opgestaan. Ik loop naar de scooter toe en de kap was afgebroken en zo. Ik vroeg, ging het? En kunnen we het hierbij laten, want die scooter is onverzekerd. Ik wilde niet dat zij de politie ging bellen, want ik had al dat gereedschap. Ik heb niet gezegd tegen haar van de scooter is onverzekerd. Nee? Nee. Dat was wat u dacht. Ja. Maar u hebt wel gevraagd, kunnen we het hierbij laten? Ik heb eerst gevraagd hoe het met haar ging en daarna of het zo goed was. Ja, niet alleen bij ons stond deze week in het teken van deze rechtszaak. Ook landelijk was er veel aandacht voor. Zo zat onze eigen Riks Ozinga bij VI Oranje 's avonds. En omdat het WK nog niet begonnen is, ging het daar ook vooral over zaken die in het nieuws waren deze week. Nou, Riks legt hier uit waarom de stem van Michael P. gewoon te horen was. Constant. Ja, dat konden we ook allemaal horen. Ja. Want dat vond ik... Kun je me uitleggen wat het verschil is? Bij Holleder kan je niet de stem van Holleder zelf horen. En hier kon je de stem van de moordenaar Want dat heeft hij bekend wel zelf worden. Dat vond ik een opvallend verschil met andere zaken. Nou, het is eigenlijk vrij gangbaar dat je de stem van de verdachte kunt horen. Dat staat ook in de persrichtlijnen, dat je die mag laten horen. Alleen ja, er zijn verdachten die dan via hun advocaat daar bezwaar tegen maken. Omdat ze niet willen dat hun stem herkend wordt. Omdat ze op hun privacy gesteld zijn. Hier dus niet? Nee, advocaten hebben geen bezwaar gemaakt. Misschien wel omdat dat het past in het plaatje van hij gaat nu openheid van zaken geven. En dan zou het vreemd zijn als de stem niet te horen was. Ik begreep dat ze zo onherkenbaar was dat haar moeder haar alleen kon herkennen nog aan haar duim en aan haar schedel, die inmiddels helemaal kaal was. Ja. Dat herkenden ze nog als kind, als baby zijnde van vroeger? Een beetje aan de gezichtsvormen, maar dat was echt schokkend. Vanochtend, het eerste wat er op de zitting gebeurde was dat Wim Fabra, haar vader, en Elze, haar moeder, gebruik maakten van hun spreekrecht. Ja. De andere familieleden zaten daar vlak achter, helemaal vooraan. Ze hadden wel gevraagd of Michael P. daar zelf niet bij zou zijn. Want dat konden ze niet aan, dat hij zelf daar bovenop zou zitten. Dit is ook de reactie van de moeder, maar ga gerust door, inderdaad. En... nou ja, het was vreselijk. De aanblik van hun dochter nadat ze was opgegraven in Zeewolde van het lichaam... dat dan eigenlijk niet meer hun dochter was, maar toch ook weer wel. Ja. Want je wilt dat zien als ouders, je wilt die bevestiging hebben. Dat heeft zo'n shock bij die mensen teweeggebracht. Ja, 17 juli dan is de uitspraak. Dan gaan we horen of inderdaad die 28 jaar in TBS... of dat ook gegeven gaat worden, die straf. Wat waren de reacties op social media? Nou, die liepen dus heel erg uiteen. En ik ga ze meteen maar eventjes bijpakken. Dit is van Annabel. Levenslang, gewoon echt levenslang maken. Eén dingetje wat wel duidelijk was... is dat deze man nooit meer vrij moest komen... als het aan onze Facebook-volgers ligt. En Karel die zegt, ja, voeren aan de haaien of krokodillen. Dit is dan nog een beetje een soort van gefundeerde reactie... maar het ging ook echt veel erger. Die laten we hier natuurlijk niet zien. En tot slot Ad die zegt, gewoon de doodstraf. Dit soort gasten horen niet op deze aarde. Mm-hmm. Ze zitten allemaal wel in de kant van... ja, die man die verdient natuurlijk straf. Maar ja, wat voor straf? En is die man nog te genezen op de een of andere manier? Ja. Nou, tot slot is de familie nog op zoek naar het kettingje. Er is veel over gesproken. Het kettingje dat Anne altijd bij zich droeg. En dat is dit kettingje met dat groeibriljantje. Die is dus nog steeds spoorloos. En wij hebben deze ook op onze Facebookpagina gezet... omdat de familie dit natuurlijk al heel graag terug wil hebben. Maar hij is er nog steeds niet. Nee, waarschijnlijk doorverkocht aan iemand. Doorverkocht, dat kan. Er zijn allerlei opties nog open. Dus de hoop is nog alsnog door de verspreiding van deze foto... dat we iets meer te weten gaan komen. Ja. Dan gaan we over naar Oudewater. Daar verdronk deze week een jongetje van 3 jaar... toen hij met zijn fiets de sloot inreed. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het jongetje is dan ook overleden. Ja, we gaan van het ene vreselijke nieuws in het andere. Ja, dat kun je wel een beetje zeggen dat het inderdaad heel erg verschrikkelijk was. En de dood van dit jongetje maakt ook best wel veel indruk... in de kleine gemeenschap van Oudewater. Dus de burgemeester die er is daar ook heel erg bij betrokken geweest... om te steunen en daar heeft hij ook nog wat over gezegd. Laten we even naar gaan kijken. Oudewater is enorm geschokt door dit tragische ongeval. Lars was een heel ondernemend mannetje, bekend bij de buurt. Zou naar de school gaan na de zomer. En dit is onbevattelijk. Nou, in de eerste plaats is het vooral het verdriet van de ouders zelf en de dierbaren. En wij leven op gepaste wijze mee. En de ouders hebben vanmorgen zelf op het stadskantoor een herinneringsplek ingericht, hier achter mij. En iedereen die dat wil kan daar een herinnering of een boodschap opschrijven. Die boodschappen werden ook achtergelaten bij ons op Facebook, begreep ik. Ja, dat klopt. Linda die zegt, heel triest dat dit is gebeurd. Heel veel sterkte de komende tijd. Rust, zacht, lieve kleine Lars. En Anneke die gaat daarmee verder. Vreselijk, heb hier geen woorden voor hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dus je kunt zien dat Facebook op dit soort momenten... toch wel een soort van steunpunt is voor allerlei betrokkenen. Ja. We gaan naar een ander onderwerp dat kon rekenen op veel aandacht deze week. Voor de liefhebbers tenminste. De Hollandse Nieuwe is weer in het land. En dat betekent haringparties door het hele land... waar fans de echte verse nieuwe haring voor het eerst konden proeven. Zoals hier in Spakenburg. Zijn nou te vroeg, André? Hey. Wat een moderne man, hè? Moet dat nou zo? Nee. Eerlijk. Heb je hem? Anders neem ik er nog een. Neemt u hem ook zo? Nee, ik neem hem ook heerlijk. Ja. Laat hem ook zo. Nou, even kijken. Ja, ik heb door niks. En ik heb ze in de tas. Hoe smaakt hij eigenlijk weer? Ja, nogmaals, het is fantastisch. Heerlijk. Moet ze ook nog een hapje doen? Ja, doe maar. Heb je hem? Ik ben net op de radio. Zuigt er een beetje aan, André. Mevrouw krijgt erotische gevoelens. Ja, zeker. Op dit tijdstip altijd. Ja, een goede haring moet aangezogen worden. Ja, toch een beetje gek hè, Sabine, van het ene onderwerp in het andere. Maar ja, dit was iets anders wat gewoon de aandacht vroeg. Ja, klopt. Dat heb je altijd wel een beetje. Het is ook de moeilijkheid erin. Maar dit vonden mensen dus ook heel leuk om te zien. Omdat het echt een moment is waar ze naar uitkijken. Maar ik moet er eigenlijk niet aan denken. Jij, heb jij een stukje gehad? Ik word er wel vrolijk van. Ja? Ja, absoluut. Mag jij de meiden hebben, oké? Dat is goed. Ja, we kunnen het ons allemaal nog wel herinneren. Het eindexamen, en misschien nog wel erger dan het examen zelf, is misschien wel het wachten op de uitslag, op dat ene verlossende telefoontje waarop je hoort, ben je geslaagd of niet? Dat is waar, want op de dag dat ik mijn uitslag hoorde, vierde mijn vader zijn 50ste verjaardag. Dus ja, ik dacht, ik moet wel slagen, want anders komt iedereen over de vloer en dan is het zo'n ongemakkelijk moment. Ja. Maar ik werd 10 minuten later gebeld dan dat mogelijk was. Maar ik was alsnog, godzijdank, geslaagd. Oké, nou ja, je staat hier hartstikke succesvol. Dus het is helemaal goed gekomen met jou. Maar goed, wachten op die uitslag, dat is natuurlijk hartstikke spannend. Zien we hier ook bij Floor uit Beeldhoven. Nee. Ik word voor iets gebeld. Nee? Ja, ik ben sowieso nu gezakt. Nee! Oh, ik wil niet opnemen. Hoi met Floor. Hoi Floor, met Nacho van Dijk. Helaas, wijs. Nee. Ik ben nog niet geslaagd. Ja, sneu, hè? Ja, ik krijg er bijna een beetje kippenvel van, omdat ja, je verwacht toch gewoon dat ze geslaagd is. Maar goed, je ziet het ook een beetje aan de gezichtsuitdrukking, hè? Maar nou, goed nieuws in dit geval, ze mag nog een herkansing doen, geloof ik. Dus ze is niet in één keer helemaal gezakt. Nee, ze kan het nog gaan goedmaken. Ja. Wesley Sneijder dan, die sloofde zich ook lekker uit deze week op social media. Ja, ik ga het gewoon maar meteen laten zien. Want ik heb hier toch eigenlijk wel een beetje om moeten lachen, hoor. Ja, ik ben benieuwd. Hey, Maghreb, Mader Tefena. Hallo Kelby, hoe is het nahalik melokena? Good luck, Marokko. Ja, nou ja, is natuurlijk voor Marokko. En dit is een soort van aanmoedigingsfilmpje. Omdat wij zijn er natuurlijk helaas niet bij. Dus en nu lijkt dus iedereen toch een beetje voor Marokko te zijn. En ik ging dus even zoeken, want Wesley is natuurlijk een Utrechter. Maar we hebben nog veel meer andere voetballers die ook de Marokkaanse ploeg hebben aangemoedigd. Zoals deze. Veena Sabis, Oezoet Atlas, Zibuha, Zibuha. Ga ervoor, boys. Succes. Ik herken hem niet. Patrick Kluivert. Nou ja, die is veranderd. Ja. Nou ja, hij heeft natuurlijk al heel lang niet meer gevoetbald. Zitten misschien wat kilootjes bij. Maar ik denk dat je deze manier zeker wel moet herkennen. Hallo, beste Marokkanen. Ik heb een groen polo-shirt aangetrokken. En jullie weten best wel waarom. Want het groen zit in het shirt van Marokko. Maar ook van Portugal, waar ik woon. En ik wil daarom fan zijn van Portugal en Marokko. Omdat Marokkanen heel veel vertegenwoordigd zijn onder het Nederlandse volk. En ik zal supporter zijn van beide teams. Ik hoop dat jullie in de finale komen. Oezoet Atlas. Mabouk Maghreb. Yalla! Nee, ja. Zie je ogen om het aan? Yalla. Heb je er nog eentje? Nee, dit was het. Ik heb even een selectietje gemaakt. Vijf Nederlandse Marokkanen zitten in het Marokkaanse team. Klopt, ja. Dus dat is best veel, ja. Dus dan moet je het daar maar een beetje van hebben, toch? Er was deze week ook een ander onderzoek, onder andere in onze provincie. Dat, even kijken, bij gebrek aan juichmogelijkheden voor ons eigen land is toch een kwart van de inwoners van Utrecht is voor België. En ik geloof dat Marokko op de derde plek stond. Ja, het is dus, als ik zou moeten kiezen, zou ik dus ook eigenlijk wel voor België gaan. Omdat die dan denk toch nog iets beter zijn dan Marokko eigenlijk. Maar ja, we gaan kijken hoe ver ze gaan komen. Het is toch elke keer iets bijzonders als mensen heel lang samen zijn in een huwelijk of een relatie. In sommige gevallen zelfs hun hele leven. Maar in één dorp in onze provincie is dat kennelijk heel normaal. In Lopik, daar werden deze week maar liefst 40 stellen die 50 jaar getrouwd zijn, allemaal tegelijk in het zonnetje gezet. Ik vind het ook leuk dat jij er bent. Ja, nou, dat is mooi. Alle gouden koppels krijgen nog wel een handje van de burgemeester. Maar hij bezoekt ze niet thuis. Om het jubileum toch op een bijzondere manier te vieren, geeft de gemeente dit feestje. Het is efficiënt, zo zou je het kunnen noemen. Maar het is vooral ook heel feestelijk om dat toch met elkaar te ervaren, ook als gemeenschap. 40 stellen komen vandaag bij elkaar in het dorpshuis in Benschop. Om samen te eten, te drinken en om de liefde te vieren. Onder hen ook Anneke en Leo Bennis. Al een halve eeuw gelukkig samen. Het is toch een geweldig mens. Ze staat altijd voor me klaar, zorgt altijd voor me, heeft altijd voor de kinderen in de bres gesprongen. Oh, hij is gewoon een superman, een supervader en een geweldige opa. Nou, als dat geen echte liefde is... Ik vind het een voorrecht om jullie te mogen ontvangen. Al die gouden huwelijken, dat is zeer inspirerend voor de burgemeester. Die er ook nog wat van opsteekt. Ik ben zelf 9 jaar getrouwd. Dus ik vraag meestal aan die bruidsparen ook van... kunt u mij nog wat tips en tricks geven voor een goed huwelijk? Nou, Anneke en Leo, kom erop met die tips en tricks. Elkaar respecteren en ieder zijn eigen ding laten doen. En steunen wat de ander wil eigenlijk. En dan lukt het wel, hoor. Er zijn wel ups en downs, maar goed, daar kom je dan altijd weer overheen. Hoe ziet u dat? Ik sluit me er helemaal bij aan. Dat is altijd verstandig om je volledig achter je vrouw te scharen. Dat klopt. Ja. Ja, deze week ook een jubileum, toch? Ja, dat klopt. Ja, ik was deze week 5 jaar getrouwd. Dus ik kan ook nog heel veel leren van deze stellen. Ja, nog 45 jaar te gaan. Ja, ik ga dat denk ik niet meer halen. Dat is echt heel lang. Ja. Want? Nou ja, het is gewoon 50 jaar. Dat is, ja, dan moet ik eigenlijk bijna 99 worden. Dat is toch een leeftijd. Gewoon snel trouwen. Dat is waar, ja. Maar dan moet ik eerst nog even gevraagd worden. Hè? Dat is waar. Nou, als je kijkt en je wilt Sabine vragen... Nee, we gaan afsluiten met deze toch wel bijzondere uur online... waarin het van het ene naar het andere onderwerp ging. Maar ja, dat is nou eenmaal ook wat er af en toe gebeurt. We gaan afsluiten en mensen kunnen natuurlijk in de tussentijd reageren. Dat klopt. U kunt een berichtje sturen naar Facebook of naar Instagram... of gewoon via de mail uit nieuws@rtvutrecht.nl. Fijn weekend en tot volgende keer. Dag. Doeg.